Ik sprak met de commissie en zo en met onze kermiswethouder Peter Ruiten. En Peter Ruiten is nog toen als ooit een hobby burgemeester die nu neemt het gaas van de vuur weg mij, als ooit een keer de term hartverwarmend van toepassing is geweest, dan is het nu. Hartverwarmend hebben we er weer allemaal zien. Hartverwarmend dat ons een schoon kermis steunt. En hartverwarmend dat we die kermis mogen gaan vieren. We was er meteen eerst een toespraak kregen van onze inlangrijke heer de burgemeester Jos Hessels de Noor. Er zitten een aantal exploitanten die het woord willen voeren. We hebben hier het geluid dankzij Wilco en we mogen ook onze gastheer deze dagen. En we mogen gebruik maken van de attractie van de familie Thomassen, waarvoor hartelijk dank dat we hier mogen staan. Na het woordje van de burgemeester een paar exploitanten. Dan gaan we nog ons bekende chatterie Sint-Christina Stangstief voor de traditionele openingsschoten. Om hier allemaal de oren toe moeten gooien. En dan is de kermis 2021 officieel begonnen. Maar we willen we kunnen beginnen, moeten we dat natuurlijk even in stijl en officieel doen. En geef ik voor aan onze burgemeester, de heer Jos Hessen. Ja, dankjewel Peter. We hebben vier en een jaar erop moeten wachten. We hebben twee jaar erop moeten wachten. Dus daar weer geen lang toespraak. Wat fijn dat Geer weer allemaal hier zit om de kermis te vieren. Maar vooral wat fijn dat al die exploitanten weer hier zien. Geer hebben heel zware jaren gehad het afgelopen jaar. Geer houdt er geweldige attracties opgeborgen zo'n wat gekost. Bijna nergens traag. En daarvoor is het zo fijn dat als een van de eerste grotere kermissen dat we hier weer in echt kunnen verwelkomen. Het is even spannend geweest, het is lang spannend geweest om wat voor een meneer of met veel beperkingen zo moeten. Maar we kennen weer gewoon op ons eigen meneer kermisveren. Natuurlijk moet ik toch nog oproepen om voorzichtig te zien. Maar dat zien we sowieso allemaal. Geen grote massa's, hou een beetje afstand, zodat we ook in de komende weken, in de komende maanden, in de komende jaren nog op een gewoon, fijn, gezellige manier met een en een gezond manier kermis kunnen veren. Ik ben het niet meer gewend, hè? Dat is dat. Nogmaals, ik wens je allemaal een hele fijne kermis, ik kan het niet veel langer maken. Dank ook aan de kermiscommissie voor dit weer met ons op te zitten. Samen met onze onvolprezen wethouder van feesten en partijen, Peter Ruiten. We kunnen beginnen beter voor hebben. Allemaal samen gaan we deze kermis tot een fantastisch fenomeen maken. En natuurlijk ook de kermismeester John van Bulken, die normaal altijd de maart organiseert. En nu het vinkste van het jaar kan doen met deze grote kermis hier neer te zitten. Heel veel plezier. Geniet ervan. Hou het gezellig. En we zullen ons de komende dag vast en zeker nog zien. U heeft dus verdiend dat u vanavond op een goed gevolg dat uw kermis heel mooi hier bestaat een drankje te doen van alle kermisexploitanten. We hebben hier voor u een mand neergezet. Ik kan het niet aangeven, want ik heb mijn hand gekocht. Ja, als u dat zou willen. Dat is een drankje en die wordt u aangeboden door alle kermisexploitanten om u aan te geven dat wij het heel erg waarderen dat u zo ons steunt. En dan staat er nog een pakket. En die is Fusion. Nou, Fusion is hetzelfde. Wie had ooit kunnen bedenken dat jij een paar jaar geleden deze baan ging accepteren. En dat er zoveel extra hoofdpijndossiers bij kwamen. Want de kermis organiseren in deze tijd is niet zo makkelijk. Daar komen heel wat beleidsregels bij die normaal niet gegeven waren. Dat heb je goed gedaan. Maar je was ook buiten dat je enkel alleen de kermismarktmeester van echt was, was je ook onze John. En onze John die vroeg ook wel eens aan de exploitant, hoe gaat het nu met jou? En dan kwamen er wel eens verhalen naar voren die je niet naast je neer kon leggen. En daar zat je s'avonds ook mee. En dat is best zwaar in deze tijd. Maar dat hebben wij als collega's allemaal wel gewaardeerd. Daar wordt ook over gesproken van, hij doet het toch maar. En dat willen wij jou als dank, willen wij jou nog blijven. Door ook jou een drankje aan te bieden en hopen dat je die dan nog even bewaart voor deze week. En aan het einde van de week soldaat maakt. Dankjewel. Ja, en dan last but not least, daar staat nog een heel mooi kermispaardje. Het kermispaardje wordt u aangeboden aan het kermisteam.
gemeente echt. En dat kermisteam bestaat natuurlijk uit kermiswethouder, kermismarktmeester, maar ook de mensen die zorgen dat iedere dag, ja, de burgemeester uiteraard, maar ook de mensen die zorgen dat iedere dag de gemeente, dat de kermis schoon is, dat het allemaal netjes opgeruimd is. Dat was vaak niet bij stilgestaan, maar het is best wel aan het einde van de dag. Ligt daar links en rechts toch nog wel wat rommel en dat wordt allemaal netjes opgeruimd. Maar ook de telefonisten binnen in het pand die zorgen dat de telefoon is waar de juiste mensen komen. Eigenlijk kortom, iedereen die zorgt dat de kermis echt zo'n succes is. Daar is dit paard voor. En in het, onze wereld is een paardje geven aan een instelling, een gemeente of een persoon eigenlijk een erepenning. Dus dit is een ereonderscheiding aan de gemeente. Een heel warm welkom was. Dat hebben wij vorig jaar enorm gemist, dat de kermis er niet was. En wij weten dus nu ook dat het niet vanzelfsprekend is dat wij ieder jaar zo warm ontvangen worden. En daarom willen we jullie dan het erepaard geven. Dankjewel. Dankjewel voor je hele mooie, lieve woorden. Dit zullen we wel op enig moment met de kermisteam zullen we daar best wel gebruik van maken en nuttigen. We zijn natuurlijk als gemeente Echt-Zutphen bijzonder vereerd door deze hele mooie gesten. Ook een blijk van waardering van jullie naar onze gemeente toe. Onze hartelijke dank ervoor. En we zullen zorgen en kijken naar de burgemeester dat dit mooie symbool, dit kermispaardje, een mooie plek krijgt in ons gemeentehuis. Hartelijk dank ervoor. Oké, daarachter de mensen bij de autoscooter, die staan in een soort spuitje achter. Wil je hier weggaan, want het kan zien dat er geen kantje op vlucht. Dus allemaal in een kantje achter, zodat we veilig hier de kermis kunnen openen. Oké, burgemeester, mogen we u vragen om het eerste shirt te doen voor de opening van de kermis? Zo dadelijk gaan de kermisfiguren natuurlijk aan alle kenners gratis kermismunten uitdelen. Dus alle kenners kunnen dadelijk bij de kermisfiguren, de echte kermisfiguren, de gratis muntjes krijgen. Dan gaan we de eerste keer. Attentie! Vuur! En dan voor onze burgemeester, de Eupertje. Mocht ik de kermiswethouder vragen, Peter Ruiten, om het tweede shirt te doen. Ik heb u wel afgeladen. En opnieuw weer, oren toe. Attentie! Vuur! Derde nummer 2. En onze merkmeester John van Mulke. Mocht ik zich vragen om ook naar voren te gaan en de derde kanonshirt af te schieten. Hier komt nummer 3 en dan nog één zo meteen en dan is de echte kermis officieel geopend. Dus nog even geduld. Attentie, vuur! En dan het laatste shirt en dat laat dan afzitten door Pedro Gerrits. Die hier steunt en die heeft gezorgd namens de reclamecommissie voor die mooie figuren. Pedro, namens de reclamecommissie mocht u naar voren gaan en dan het laatste shirt afzitten waarbij de kermis 2021 in Echt officieel geopend is. En dan gewoon hier lekker genieten en kermis vieren. Hier komt er het vierde en laatste shirt van ons Chatterie Sint-Christina Stankstief Schelberg. Attentie, vier! Lieve mensen van Echt en omstreken, Echte Kermis is geopend 2021 en maakt er een hartverwarmend feest van.